is Drenthe nu van vrijdag 3 november met vanavond feest in Eekst. Brink na 60 jaar weer eigendom van de Boermarken. Regionale omroepen maken stemhulp voor Tweede Kamerverkiezingen. En Lisa Harms maakt zich op voor het Regio Songfestival. Ja, ik hoop dat de schade metvalt na gisteren de gigantische storm die over Drenthe raasde. Nou, het voelt een beetje met, hè. Het blijft wel winderig de komende dagen. Het weer, zo gelijk, not nice. Goedenavond. Sinds de 14e eeuw is de Boermarken in Eekst eigendom van alle 7 brinken in het dorp. Op eentje na dan, want in 1952 is een van de brinken in handen gekomen van de toenmalige gemeente Anlo. Maar vandaag kwam daar verandering in. Met zijn ouderwetse boerhoorn fietst markengenoot Gerard Menzies vanochtend door Eekst. Er staat iets bijzonders te gebeuren en het hele dorp mag dat weten. We zijn hier op de brink tussen de Hoofdstraat en de Schaapstreek. En vandaag is deze brink overgedragen weer terug naar de Boermarken. De brinken in Drentse dorpen zijn van oudsher eigendom van de plaatselijke Boermarken. Deze vereniging van lokale boeren was eeuwenlang verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gronden die door het hele dorp werden gebruikt. Zoals dus de brink. De bewoners van Eekst hadden bomen op de brink staan. Die betaalden daar per jaar een klein bedragje voor. En als ze dan een schuur gingen bouwen of er werd een boerderij gebouwd, dan werden die bomen van hun werden omgezaagd en daarvoor gebruikt. Traditioneel zijn de boermarken dus eigenaar van de brinken. Maar daar kwam in Eekst 70 jaar geleden verandering in. Waarschijnlijk in 1952 is deze brink overgedragen naar de gemeente. Omdat de wegen in Eekst werden verhard en het onderhoud ging toen naar de gemeente en toen is deze brink geruild. Een lap grond in ruil voor een verharde weg dus. Maar al jaren wil de boermarken de brink eigenlijk wel weer terug. Dit jaar kwam er plots een nieuw ruilmiddel. Deze parkeerplaatsen. Nou, de parkeerplaats, de ondergrond daarvan, is nog steeds ook in bezit van de boermarken. Alleen in verband met de woningbouw was daar in ieder geval waren parkeerplaatsen gesitueerd. En nou ja, toen we met elkaar in gesprek waren, toen kwam ook deze wens kwam naar voren. En nou, toen hebben we gezegd, daar gaan we in ieder geval aan meewerken. Het was niet zo duur, hè? Nee, 1 euro. Dat is, tegenwoordig zijn de grondprijzen wel anders. Alleen nou ja, dat geeft ook aan dat wij in die zin voor een symbolische waarde hem ook weer terug wilden overdragen. En nou, daar hoort ook een symbolisch bedrag bij. En dus zetten de wethouder en de leden van de boermarken vandaag hun handtekening. En is de brink weer van het dorp. En dat werd traditioneel gevierd met een borreltje. Nog 3 weken en dan mogen we naar het stembureau om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Om mensen te helpen bij de keuze van een partij op 22 november hebben de regionale omroepen samen met Kieskompas een stemhulp opgesteld. De stemwijzer heeft een groot aantal stellingen die voor iedere provincie gelijk is. Maar er zijn ook 3 stellingen die specifiek betrekking hebben op Drenthe. Wij nodigden deze 3 politici uit om de kieskompas in te vullen. Welkom. Is dat nog spannend? Nee, dat denk ik niet. Want als politicus moet je toch weten waarvoor je staat. Dus het lijkt me niet spannend. Nou, dat is altijd spannend natuurlijk. Ik ben benieuwd waar ik op uitkom. De kans is vrij klein dat ik bij een hele andere partij uit ga komen. Ik kom zeker op mijn eigen partij uit. Via de kieskompas kun je erachter komen welke partij het dichtst bij je eigen standpunt in de buurt komt. De Rijksoverheid moet extra geld uittrekken om de spoorlijnen met het noorden van Nederland te verbeteren. Nou, daar hoef ik niet over te twijfelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Helemaal mee eens? Mee eens ga ik invullen. Als Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. Want er moeten meer spoorlijnen komen in het noorden. Door stellingen uit de provincie toe te voegen, wordt de landelijke politiek dicht bij huis gehaald. Want hoe denken landelijke politici bijvoorbeeld over de wolf? De regering moet zich inzetten om de wolf te beschermen. Daar zijn we het helemaal niet mee eens. Ik zou zeggen, in de dierentuin is dat prima. Zet ze daar maar achter een hek, dan kunnen we ze daar zien. Maar niet wild in het rondlopen. Dus ik ben het hiermee oneens. De wolf hoort niet thuis in Drenthe. Helemaal mee eens. Want de regering moet zich inderdaad inzetten om de wolf te beschermen. En dat doen ze ook al omdat ze aangesloten zijn bij de Europese Unie. En de Europese Unie heeft besloten dat de wolf een beschermde status heeft. De overheid moet meer geld uitgeven aan voorzieningen in de regio. Ook als er dan minder geld is voor voorzieningen in de grote steden. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja, helemaal mee eens. Ik vind dat de regio de RBK uit afkomt met heel veel voorzieningen.
Ik ben het daar mee eens, want ik vind dat er heel veel geld gaat naar grote steden. En het is echt belangrijk dat in de regio hier buurthuizen en bibliotheken open kunnen blijven voor de mensen die hier wonen. Het wordt nu wel eens een keer tijd dat wij met elkaar aan de beurt zijn in Drenthe. En daarom is het ook belangrijk dat mensen kiezen voor een kandidaat uit Drenthe. In elk geval een kandidaat uit Noorden, zodat het geluid van Noord-Nederland beter naar voren komt in de Tweede Kamer. Dus ik ga hierop schrijven, helemaal mee eens. En dan kom ik uit bij een heel links gebeuren. De BBB en de PVV die zijn het dichtst erbij. Dus dat is een hele geruststelling. En dat klopt ook wel een beetje hoe ik me verwant voel met in ieder geval ook de BBB en natuurlijk met de PVV. Maar niet bij iedereen kwam zijn eigen partij het dichtstbij. Het CDA staat toch wat dichterbij dan de BBB. Nou, je hebt een cirkel. En het aardige is, als je de partijprogramma's... en daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je niet alleen een kieswijzer invult... maar dat je ook een partijprogramma gaat lezen. En dan zie je dat de nuance, de stelling is je kiest voor of je kiest tegen... die is, dat is dan toch wat lastig. Als je het programma leest, dan zie je die nuance wat meer. Oké, dus mensen moeten zeker ook partijprogramma's lezen. Ontzettend belangrijk, ja. Ja. Wil je de kieskompas invullen? Check rtvdrenthe.nl. Sanja Kort van de politieke partij STIP in de Provinciale Staten moet de complete fractievergoeding over 2022 terugbetalen. En dat is ruim 26.000 euro. STIP heeft onvoldoende uitleg gegeven waar het geld voor is gebruikt. En dus kan de provincie niet controleren of het geld rechtmatig is uitgegeven. Sonja Kort maakte deel uit van de PVV-fractie, maar splitste zich in november 2021 af. Ze ging verder als eenvrouwsfractie STIP. Alle fracties moeten jaarlijks verantwoording afleggen hoe en waarvoor ze hun fractievergoeding hebben gebruikt. Dat is bij STIP na meerdere verzoeken niet gebeurd. Stichting Zuidoost-Drenthe Film heeft de Drentse Anjeprijs gewonnen. De stichting maakte de film Grenzeloos Verraad, die afgelopen jaar in de Nederlandse bioscopen draaide en op Netflix is te zien. De film speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en is voor een groot deel in Drenthe opgenomen. Aan de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bedrag van 5000 euro verbonden. Volgens het juryrapport zet de film Drenthe op een andere manier op de kaart dan gebruikelijk is. En de strijd om de wereldtitel Ice Speedway in Tialf in Heerenveen wordt volgend jaar in april weer hervat. Motorclub Assen en omgeving is verantwoordelijk voor de organisatie. Dit jaar ging het WK niet door omdat de energieprijzen te hoog waren. In 2020 en 2021 ging het WK ook al niet door, toen vanwege corona. Bij de laatste editie in 2022 kwamen er tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers op het raceweekend af. Ja, de teksten zitten erin. De outfit is gekozen en de bus met fans is geregeld. Lisa Harms is er helemaal klaar voor om Drenthe te vertegenwoordigen bij de eerste editie van het Regio Songfestival in Utrecht. Ja, nou, dit doe ik dus aan. Bloesje en een broek. Het was nogal een keuzestress van wat ik aan zou willen doen. Of een jurkje, maar ik ben heel emmer door geweest. Maar ik heb inmiddels mijn outfit gescoord. Nieuwe schoenen. Ik voel de zon. Dit moment hol ik vast. Ja, dat is Marien Over, Lisa Harms. Lisa Harms! Ja, 12 punten! Half mei wint Lisa het Drents Liedjes Festival. Sindsdien is er een hoop op haar afgekomen. Ja, na het winnen van het Drents Liedjes Festival ben ik naar Italië geweest 3 weken geleden. Dat was zo leuk. Ik zeg iedere keer, als je me terug kon draaien, dan doe dat maar. Ik wil heel graag weer terug eigenlijk. Het was echt zo gezellig. En ook heel ontzettend leerzaam ook. Groot publiek en het was gewoon zo tof. Die ervaring neemt ze samen met haar trompet mee naar Utrecht, waar ze Drenthe vertegenwoordigt bij het eerste Regio Songfestival. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Hoe dichterbij het komt, hoe meer zin ik erin krijg. Ja, het is echt, ik ben heel benieuwd vooral naar alles. En van zenuwen heeft ze nog weinig last. Ik ben eigenlijk helemaal nog niet zenuwachtig. Nog niet. Ik denk zaterdag eenmaal daar in de zaal, dan denk ik dat de zenuwen wat komt. Maar ik moet zeggen, het gaat hartstikke goed op het moment. Hele week wel.
Ik heb alles ook al gedroomd. Dus, ja. Gedroomd dat ik heb verloren, ik heb gedroomd dat ik heb gewonnen. Dus, ja, ik ben goed voorbereid. Ja, altijd ga ik voor de winst. Ja, ja, ik hoor, tuurlijk ga je voor de winst. Maar je doet het ook vooral gewoon om mee te doen en voor de ervaring ook. Dus ja, tuurlijk. Dat is ze, jawel. Ja, RTV Drenthe zendt het Regio Songfestival zaterdagavond live uit. Die uitzending begint om 20:30 en daar kan je ook stemmen op onze Lisa. Ja, ik hoop dat je na gisteren de bloempotten en tuinkabouters weer in de been hebt. Wat een wind, hè? Ook vandaag weet het nog flink, al ging het een stuk minder bij als gisteren. De komende dagen blieft het, zoals je mijn kapsel nog wel zien kunt, winderig. Ook vanavond blieft het flink deurwijden, kracht 4, kracht 5 misschien wel op sommige plaatsen. Het wordt een graad of 7 op de meeste plekken blieft het droog. Morgen weet je, er was in ieder geval niet van de lijn. Het wordt een beetje rustiger wat de wind betreft. Vanmiddag kruipt misschien zelfs nog wel een knipoogje van de zon. In de namiddag dan komt er van deze een regengebied aan. En we krijgen ook een nat verloop van de rest van de dag bij een graad of 11. Dan kijken we nog even naar de vooruitzichten zondag. Dan kruipt een ja, regenachtige en natte dag. De wind die trekt weer een beetje aan. Het wordt een graad of 12. Na het weekend dan honden we eigenlijk dat herfstachtige wisselvallige weer. Met smanks wat wolken en smanks een bui en temperatuur die daarbij hoort. Ik wens je in ieder geval een heel best weekend toe hier vannacht Witte Dibi. En tot aan de week. Tjoe! Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Online gaan we 24 uur per dag natuurlijk door. Lees daar bijvoorbeeld dat Terra MBO volgend jaar met een nieuwe opleiding komt. Groen, grond en infra. Hele fijne avond en een vast goed weekend. Dag.